Dus we hebben een tompoes gekregen. Tompoes. Dus daar heb ik een zin. Een tompoes. Zo. En ik dacht, we gaan het op de manier opeten dat de nieuwe K3 het ons laten zien heeft. Dus Julia. Julia, hoe moet dat spreken? Dus dat gaan we nu eventjes proberen. Zo. Dus die haal ik dit eraf. De koek. Haalden ze eraf. En hier dan in die lepelen. Maar we gaan dat zo doen. Een lekker tompoes. Klatten. Waar gaan we heen? De kerstman. Iedereen kent hem wel. Ik heb de kerstman ondertussen al 4 keer gezien, dus ik heb het record wel verbroken. Maar hij nog niet, dus gaan we met hem naar de kerstman. In de kersttruck, waar we ook met eens geweest zijn. Niet overdrijven, ha? Niet overdrijven. Als je je afvraagt wat heeft hij, mag hij eens uitlachen. Ja, dan los je de dromen. Ja, daar staat een kerstdruk. Een Coca-Cola. Je moet daar een aanschuiven. Zo, wij staan nu aan te schuiven. Dus, en het is wel een heel lange rij. Er staat een lange rij ernaast. Dus het is goed anders. De ijspiste. Dus, Zo, we staan hier nu te wachten. Ons kerstboot zal gegeven en zo. Dus we zijn er bij geweest en nu gaan we te wachten om op de foto te gaan daar. Voilà, ik wil hier ook nog een foto, dus gaat hij trekken. Dus ik ga hem eventjes geen stem geven aan hem. Ga je even hierop zetten. Denk ik. Zo, we zijn er gepasseerd, was leuk. Hij heeft ervan genoten, was ook gehoord. Het is zo lekker vader en zoon, en nu kunnen we dat echt wel zeggen. Ja. Vader en zoon. We hebben er weer over die dingen. Hallo. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan zeker een duim omhoog, niet abonneren. En ja. En dan komt er snel een nieuwe video. Kijk, wat zijn achter dat ding? Dat is een soort lichtgeef. Oh, het is dat identaal rendier, is dat om het voorstellen. Wat zou dat zijn? Een rendier. Een rendier, dan heb ik het toch juist. Hè.